Op het veld van de zondag tweede klasse veel bekende ex-internationals. Maar in de selectie van coach Sjaak Zwart één opvallend gezicht, Michael Mols. De zesvoudige international twijfelde onlangs nog of hij zijn voetballoopbaan met een jaar zou verlengen. Maar de 38-jarige spits heeft besloten definitief te stoppen. Ik voelde me gewoon nog heel goed. En ik had niet het idee dat ik voorbij werd gelopen tijdens de training of wedstrijd. Dus op die punten had ik zoiets van, ik zou misschien nog wel een jaartje door kunnen voetballen. Maar ik heb die beslissing genomen en ik sta er volledig achter. De oud-internationals kwamen in de eerste helft in Heinenoord op achterstand. Een treffer van Vakoman Kroma. En na de pauze stelde het Nederlands team orde op zaken. Pierre van Hooijdonk nam de ploeg van Zwart op sleeptouw. Nou, het Feyenoord scoorde maar liefst 4 keer. Eerst met een stiftje en even later met zijn specialiteit. De vraag is of hij niet stiekem denkt aan een rentree in betaalde voetbal. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog wel eens het verzoek heb gekregen. Ja. Alleen, ik heb zelf niet meer die kriebel om... Om mijn nek daarin nog uit te steken. Omdat ik heb het nu heel erg goed naar mijn zin. En ik heb bijna 20 jaar betaald voetbal gespeeld. En die garantie dat het bij een eventueel andere club niet zo is, die heb je niet. Naast de 4 treffers van Pierre waren er sowieso veel oud-Feyenoorders productief. Peter Houtman liet 2 keer het netje bollen. En ook Regie Blinker maakte 2 goals. Al werd hij door de speaker verward met een andere oud-Feyenoorder. Uiteindelijk scoorde het oude Oranje 9 keer. John van der Brom was eigenlijk spelbreker door als enige niet-oud-Feyenoorder te scoren. Ik denk dat het alleen maar leuk is voor het publiek hier, want over het algemeen komen ze voor de oude internationals, maar denk ik dat de supporters voor het merendeel Feyenoord-supporters zijn. De eindstand werd 9-3 in het voordeel van de oud-profs, omdat Maradona Philips in de slotfase nog 2 keer kon scoren voor Heinenoord. Op een volgepakt sportpark in Heinenoord waren na afloop dan ook louter blije gezichten. Ik zie die jongens niet zo vaak, dus het is des te leuker om mijn oud-collega's te zien. En goed om ze weer aan het werk te zien. Ik zat verbaasd om hoe Simon Tomaten, hoe fit hij nog is. En Bosman, Peter Houtman, het is leuk om te zien.